Lars Rous, jullie verliezen vandaag met 3-0 bij Quick Boys. Waar lag dat aan? Ja, aan een deel scherpte. Ik denk dat we heel goed begonnen. Daarna denk ik dat we eigenlijk heel ongelukkig een wissel moeten toepassen. Het ziet er ook ernstiger uit dan gewacht, verdacht. En nu krijgen we eigenlijk binnen, het is er 10 seconden daarna die tegengoal tegen. Daarna was het echt loszand. In de rust aardige woordenwisselingen geweest, aardige dingen gezegd. En dat mag ook wel, weet je mag gewoon hard tegen elkaar zijn. Je probeert daarna goed de rust eruit te komen. We komen eigenlijk goed uit de rust. We willen vooruit voetballen, we willen duels winnen. Het ging goed. Een aantal kansen, corners. Dan krijg je die 2-0 eigenlijk soort van uit het niets om je oren. Natuurlijk, omdat je zoveel vooruit voetbalt, krijg je veel kans tegen. Of tenminste de ruimte voor hun. En daarin denk ik dat we daarna gelijk aanvallend gingen wisselen. Op zich een goede keuze, denk ik. Alleen binnen no time krijgen die andere goal om je oren en dan is het gewoon klaar. En, Quick Boys. Je staat hier sowieso met een rot. Hoe kijk je terug op deze dag?